Ik heb een progressieve spierziekte. Dus ja, ik heb echt bijna 24 uur per dag hulp nodig. Bij het aankleden, het douchen, het naar bed gaan, het uit bed gaan, toiletgang, eten, drinken, dat soort zaken. Nou ja, Focus is eigenlijk een stichting die hulp levert aan mensen met een lichamelijke beperking. Alle cliënten van ons die wonen helemaal zelfstandig en wij zitten hier in de unit in principe te wachten totdat ze een oproep plaatsen. Als ze hulp van ons nodig hebben, dan piepen ze ons op via het intercomsysteem. Wij staan ze te woord en wij lopen er naartoe en wij leveren de hulp waar ze om vragen. Mijn woning is volledig aangepast. Alles is gelijkvloers natuurlijk. En ik heb natuurlijk allerlei hulpmiddelen. Een tillift, een hooglaagbed, een elektrische douchebranca, elektrische deuren, omdat ik zelf naar binnen kan en naar buiten kan wanneer ik wil. Ik heb een oproepsysteem waar ik contact kan leggen met de unit, waar de ADL-assistentie zit om mij te helpen. En ik heb natuurlijk een alarmsysteem dat als ik echt dringend hulp nodig heb, dat ik daarop kan drukken. En zij gewoon binnen 3 minuten bij mij voor de deur staan. Omdat ze hier kunnen oppiepen wanneer ze willen, kunnen ze eigenlijk hun leven compleet inplannen zoals ze willen. Kijk, in een verzorgingstehuis ben jij verplicht om een bepaald tijdstip uit bed te gaan. Je bent aan een bepaalde tijd gebonden dat je erover mag doen. Hier hebben ze alle vrijheid om op te kunnen piepen. Door Focus kan ik deelnemen in de maatschappij. Ik kan ook gewoon een betaalde baan hebben, omdat ik gewoon op tijd naar mijn werk kan komen. Zij zijn echt mijn handen en voeten, ja. Ja, dan zet hem maar aan. Zo kan ik dus zelfstandig eten. Bepaalde cliënten hier, die hebben een bepaalde specifieke hulpvraag nodig. Dat gaat echt van alleen aankleden tot tracheostoma's verwisselen. Echt verpleegkundige handelingen waarbij ook voor geschoold worden. Ik vind Focus gewoon een heel bijzonder concept, waardoor je als cliënt met toch een behoorlijke lichamelijke beperking wel je eigen regie kan behouden. Het is wel heel erg lastig natuurlijk als je in een rolstoel zit en een beperking hebt om tegenwoordig geaccepteerd te worden. Want het is gewoon nog steeds een lastig iets. En je merkt gewoon inderdaad door zelf gewoon te participeren en in een normale wijk te wonen dat het eigenlijk een beetje vergroeit in de wijk en dat het gewoon heel snel geaccepteerd wordt. Ja. Als Focus er niet was geweest, dan zou de verpleeghuis nog een enige optie voor mij zijn. Maar ja, dat is voor mij geen optie omdat ik dan gewoon geen leven meer heb.